vindt in Rotterdam eigenlijk vrij weinig boeken van Surinaamse schrijvers. En ik was dus in Amsterdam en mijn zus die zei van ja, nou kom, we gaan eventjes langs Schippers. Daar was ik wel heel vaak te vinden. En toen had ze mij dat boek dus cadeau gedaan. We stonden in de winkel, maar ze had het voor me gekocht en ze dacht van nou, als we thuis zijn, dan krijg je hem. En dus ik was heel erg blij en ik heb het boek gelezen. En de reden dat ik dacht van ik moet hier wat mee, is omdat ik zelf heel veel informatie uit het boek over Suriname heb gekregen. Ik wist voordat ik Welkom Eldorado had gelezen, niet dat de afschaffing in 1863 was geweest. Dat is, ja. En een tijd lang heb ik me ervoor geschaamd, maar later dacht ik nee. Want ik heb het uiteindelijk wel gelezen, ik heb het uiteindelijk wel geleerd. En ik denk dat er heel veel jongeren in Nederland zijn die gewoon wel het land kennen. Ze kennen de uitgaansgelegenheden, ze kennen bepaalde mooie plekken van Suriname, minder mooie plekken. Maar de geschiedenis, dat is toch nog steeds een onderbelicht stuk. En toen dacht ik, oké, hoe kan je ervoor zorgen dat mensen gewoon meer informatie krijgen over Suriname, start een boekhandel. En start een boekhandel en mijn idee was, ik wil een boekhandel en ik wil ervoor zorgen dat ik een ruimte heb waar ik dus voorleesmiddagen kan organiseren. En zoals het lot het wilde, is het gelukt. Met behulp natuurlijk van mensen om me heen, mijn vriend, mijn kinderen die toch wel elke keer met tranende ogen zeggen, oh, moet je alweer naar de winkel? Maar de hulp van Peggy. Ik heb echt ontzettend veel hulp gehad van mensen en ik ben daar heel dankbaar voor. Dus voor mij mag 2009 afgesloten worden. Ik heb Cynthia McLeod in de boekhandel. dat wilde ik heel even. Daarom, vandaag is echt een super belangrijke dag voor mij. Ik heb... Als ik daar iets mag zeggen, ja, dan moet ik zeggen dat ik, als ik je zo hoor, dan ben ik heel erg blij dat het gelukt is wat ik wilde. Ja. Want ik ben gaan schrijven juist omdat Surinaamse jongeren zo weinig van de geschiedenis wisten. Ja. En ik woonde in Suriname en ik gaf in Suriname les op de middelbare school. En ik ontdekte dat ik ben zelf geen geschiedenisdocenten. Ik heb geen geschiedenis gestudeerd. Geschiedenis is mijn hobby. Maar mijn hele volwassen leven heb ik de geschiedenis van Suriname bestudeerd. Ik heb dus geen geschiedenis gestudeerd als vak, maar ik ben wel een geschiedeniskenner. Ja. Want mijn hele volwassen leven, kijk hoe oud ik ben, dus is lang. Ja. Heb ik me bezig gehouden met de geschiedenis van Suriname. En ik ben docent in Nederlands. En ik zag dus dat mijn studenten, waren geen kleine kinderen, de hoogste klasse, maar de middelbare school. Ik ontdekte steeds weer dat mijn leerlingen, ik wist van de Surinaamse geschiedenis. Ze konden je alles vertellen over Romeinse geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog en alle dingen. Maar van Suriname wisten ze heel erg weinig. En ik behoor tot de eerste groep docenten Nederlands in Suriname, die zelf Surinamers zijn. En wij hebben op het eind van de jaren 60 aan het vak Nederlands op de middelbare school een Surinaamse draai gegeven. Want vroeger lazen wij alleen maar Nederlandse boeken, alleen de avonden, Marieke van Nimwegen en zo. Hè? Ja. Maar toen vonden we, ja, onze studenten moeten toch ook iets van Suriname lezen. Maar er was heel weinig. En dan hadden we in de vierde klas van de middelbare school, we hadden toen nog een zesjarig lyceum, hadden we een vak, een onderdeel geïntroduceerd en dat heette Surinaamse literatuurgeschiedenis. Er bestond geen letter van op papier. Dus als je een zinnig woord daarover wilde zeggen als leerkracht, moest je zelf op onderzoek uitgaan. Maar ik was wel zo iemand die echt ging zoeken van wat is er ooit geschreven. En ik ging in archieven van kranten, van tijdschriften, bij het bisdom, bij de zending. Want als mensen kunnen schrijven, gaan ze schrijven. Ja. Dus ik vond natuurlijk wel allerlei dingen die mensen ooit geschreven hadden. En als ik dat zo met mijn leerlingen behandelde, dan vertelde ik hoe het leven was in die tijd, zo in 18 zoveel en in 17 zoveel. En die kinderen zaten echt met open mond naar me te luisteren. En tja, daar hadden ze nog nooit van gehoord. En iedereen luisterde zo erg naar me dat
Zelfs al ging de bellen van de pauze niet, maar het ging weg. Je vrouw vertelde niet meer. En die leerlingen vooral, en nogmaals, het waren geen kleine kinderen van 18, 19 jaar. Het waren vooral die leerlingen die me geweldig gestimuleerd hebben. Waarom zit u op school les te geven? U moet schrijfster worden. Ja. Waarom schrijft u al deze dingen niet op? Je vrouw, u moet die dingen schrijven hoor, want als u dood gaat, gaat niemand ze meer weten. En dan zei ik altijd, ja jongens, als ik met pensioen ben, dan ga ik schrijfster worden. Dan ga ik al deze verhalen opschrijven. Nou, het lot was me bijzonder gunstig. Want mijn man werd ambassadeur en lang voordat ik de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, mocht ik me gedragen alsof ik met pensioen was. En om mijn belofte aan mijn leerlingen waar te maken, ja, ben ik toen inderdaad gaan schrijven. He? En het moment eigenlijk van hoe het is gekomen dat ik ben gaan schrijven, we zijn in België gekomen, mijn man werd ambassadeur in België. We zijn eerst in Venezuela geweest. Ik deed ook allerlei dingen met literatuur, toen kwamen we in België. En toen er in België was het is in de jaren 80, hè, er waren heel veel Surinaamse studenten in België. En de Universiteit van Antwerpen die had een literair tijdschrift. Eén keer per jaar kwam er een literair tijdschrift uit. En toevallig dat jaar, 1982, 83, ging het over het Caribisch gebied. En ze hadden me gevraagd om af en toe een gastcollege te geven. En ze hadden me ook gevraagd om een stuk te schrijven over de taalsituatie in Suriname. Nou, dat had ik gedaan. En toen dus die redactrice, die zelf docenten was aan de universiteit, toen ze het kwam halen, toen vertelde ik over de begrafenis van mijn grootmoeder. Want mijn grootmoeder was een jaar eerder overleden en ik was uit Venezuela naar Suriname gegaan voor de begrafenis. En de begrafenis van mijn grootmoeder had vreselijk veel indruk op me gemaakt. En ze zei, maar waarom schrijf je dat niet? Nou, toen zei ik, oké, ik zal het schrijven. Toen heb ik dat verhaal geschreven. En toen zei ze, maar je weet zoveel over je land. Waarom schrijf je niet een geweldige historische roman? Toen zei ik, nou, weet je, eigenlijk was ik het altijd van plan, maar ik ben gewoon nooit begonnen. En toen begon die vrouw me elke dag op te bellen. Ben je al begonnen aan die historische roman? Ben je al begonnen? Nou, en toen ze me zo een keer of 6, 7 had gebeld, toen dacht ik, nou moet ik dan al gaan beginnen. En toen ben ik begonnen. En toen had ik in een week 80 pagina's. En toen ze weer bellen, zei ik, nou moet je komen luisteren. Nou, en dat deed ze dus ook. Hè? En zo ben ik begonnen te schrijven. Hè? En het eerste boek dat ik had geschreven is niet Hoe duur was de suiker, het was Vaarwel Merodia. Vaarwel Merodia. En we gingen toen, ondertussen gingen we, een jaar later gingen we naar Amerika. En in Amerika ontmoette ik een Joods echtpaar in het hotel waar we logeerden. En die vrouw kwam echt uit Israël, hè? Amerikaanse Joden, maar zij kwam echt uit Israël. En natuurlijk begon ik het te vertellen over Joden in Suriname. Ja. Ik heb nog nooit van Suriname gehoord, laat staan dat er niet daar Joden waren. En ze vroeg me toen, zijn er nog steeds Joden in Suriname? Ik zei, ja. Wat doen ze dan? Ik zeg, ze doen wat alle andere Surinamers doen. Ze zijn huisvrouw en koopman en leraar en zelfs als alle andere mensen. En toen zei ze, maar zijn ze dan niet een hele besloten groep? Ik zei, nee. Ze zei, wel, dat is heel bijzonder, because Jews don't do that. Huh? Ik zei, ze zijn opgegaan in de rest van de Surinaamse gemeenschap. Jews don't do that. Ik zeg, oh, dit is Suriname. Ja. Huh? Zo erg, in Suriname zijn de Joden zo helemaal echt Surinamers geworden, dat wij wel eens zeggen, elke Creool heeft ergens Joods bloed. Of, als je lang genoeg aan de stamboom van de Surinamer schudt, dan valt er wel een Jood uit. Nou, en toen dacht ik, eigenlijk moet ik over de Joden zijn. En ik zei ook tegen de Joden, kijk, de Indianen woonden altijd al daar. De Indianen woonden daar. Maar van de kolonisten die gekomen zijn, zijn de Joden de eerste groep die zijn gekomen met de bedoeling om te blijven. Ze wilden maken van Suriname hun nieuwe vaderland. En ze waren zo blij met hun woonplek en hun leven daar, dat ze dat dorp, wij zijn het later Joden Savannah.